Ik ben Jo Buit en dit is De Ruit met Buit. Vandaag ben ik hier aangekomen in Tilburg bij het Koning Willem II stadion. En hier ontmoet ik onze grote vriendelijke Duitser. Die is verhuurd aan Willem II, Thomas Meisner. Heb je mooi. Frans Sol, de spits van Willem II. Zaterdag staat hij tegenover Tommy Beugelsdijk en onze Willy Boom Boom Kanon. Dus heeft hij helemaal niets te vertellen. Het zonnetje schijnt, maar het is behoorlijk koud. Dus we gaan even kijken of we hem gewoon binnen kunnen vinden, hoor. Want het duurt me toch net wat te lang. Zo, ik weet niet of dit mag, maar we zijn even het spelershome ingelopen. Hi, hey. Thomas, we hadden afgesproken. TV West, hi. Doe maar rustig aan. Ja, dat was Thomas Meisner. Moet even naar de trainer toe, die komt zo. Zullen we lekker zitten? Ja, lekker man. Lekker lounge hier in Tilburg. Prima man. Ja, we zijn eruit gegooid. En terecht. We zaten ook in het spelerzoom, ken ook niet. Maar Thomas die komt zo hierheen. En dan heb ik wat vragen voor hem natuurlijk, hè. Ja toch? Hallo. Ik weet ook niet wie dat zijn. Dat maakt toch niet uit. Hé hey, Thomas. Sorry dat we in een spelerzoom waren, man. Ja, ik dacht van, hoe komen jullie daar binnen dan? Heb je het een beetje naar je zin hier zo, in Tilburg? Jawel. Ja? Ik ben pas 10 dagen hier of zo, maar lekker 4 wedstrijden gespeeld. En ja, tot nu is het goed. Jij zorgt er wel voor dat de Rashagenees Tommy Beugelsdijk de hele tijd in Tilburg is, hè? Want hij komt altijd kijken bij je. Ja, dat is mijn fanclubje. Ja. Ja. En heb je deze dagen ook een beetje contact met hem? Want je gaat natuurlijk tegen ADO spelen zaterdag. Tuurlijk. Ja? Jawel. En hoe gaat het contact dan? Elkaar een beetje pesten? Jawel, ja natuurlijk. Ja, gewoon zeggen van Tom moet je een beetje opletten. Als ik de 1-0 maak dan zie je niet best uit of andersom ook. Maar nee, een beetje geintjes doen. Maar gewoon normaal over die wedstrijd praten. En wat denk je ervan? Ga je ook wel je best doen? Of denk je bij je eigen nou? Ja zeker, moet ik doen. Thomas, kom op man. Nee, ja, ik speel nu voor Willem II. Het is wel een bijzondere wedstrijd zaterdag. Ik ben echt benieuwd wat er gebeurt. Ja, gewoon één klein missertje maken, kan jou het schelen? Nee, ik ga niet doen man. Ah jammer man, jammer. Ik geef jou de microfoon en dan mag je even wat in de camera tegen jouw grote vriend Tommy Beugelsdijk zeggen voor zaterdag, alsjeblieft. Neem het woord, spreek Tommy aan. Hey Tom, ik wens je veel succes voor zaterdag. Maar jullie gaan helaas verliezen zaterdag. Maar wij blijven vrienden, vriend. Ja, oké, nou dat is in ieder geval dat we toch vrienden blijven. Maar ik weet, geldt dat ook als wij winnen? Of, dat weet ik niet, dat is aan jou. Nou ja Tom, ik hoop dat wij ook vrienden blijven als wij winnen. Dan anders zou het ook niet leuk zijn natuurlijk, nee.